Oh, dit is een goede paas. Het schot lat. We ontsnappen het tegendoelpunt en het is buitenspel. What up kijkers, top dat jullie erbij zijn en kijken naar een gloednieuwe aflevering van de FC 25 Manchester United Career Mode. We zijn nog bij de vriendschappelijke wedstrijden en de volgende is AC Milan. Ik wil deze wel gaan spelen, leuke tegenstander. En met onze nieuwe aanwinsten Depay en Schouten kan het een leuke wedstrijd gaan worden. We gaan ze laten debuteren, kijken of ze het goed gaan doen. Als jullie er zin in hebben, druk dan alvast op dat duimpje omhoog en dan gaan we nou gewoon gauw verder. Nou, we gaan vast nog wat transfers doen. Maar het is op het moment al wedstrijddag. Dus we gaan gewoon nu even de opstelling doen en het potje spelen. We hebben Depay en Schouten mee op de bank. Die gaan natuurlijk hun debuut maken. En in de basis verander ik Mazraoui naar Dalot. Daar ga ik gewoon even de eerste wedstrijd mee spelen. En dit is verder gewoon de opstelling hoe het staat. We veranderen verder niks aan die basis. Hiermee gaan we spelen. Op naar de aftrap. Nou, here we go. De eerste wedstrijd die we gaan spelen met United. We zijn begonnen. Milan hier in de aanval. Nu in het midden. We blokken het schot. Daar is nog een kopbal. En hij gaat naast. Nou, Milan was in de aanval. Shaw verovert de bal. Nou moeten wij hier iets mee gaan doen. Ugarte. Ik zie Zirkzee lopen. Zirkzee ontvangt. Heeft maar weinig hulp hier, moet ik zeggen. Oké, Milan hier gevaarlijk. De Ligt erbij. Oh, dit is goed gespeeld. Maar Onana met de redding. Zirkzee, nou moeten we die vleugel op. Rashford, gebruik je snelheid. Rashford hier. Kunnen we uithalen? Ja, dan kunnen we. Redding van de doelman. Ik wist gewoon niet wat ik anders moest doen. Oké, mijn verdediging is nog niet je van het. Hier is Milan weer. Schot, redding weer van Onana. Oké, wat is onze verdediging aan het doen, jongens? We slapen. Nou is dit een goede verovering. Oi, 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 we worden echt kapot gecounterd. Goed. Oh, maar wel een vrije trap. Dat is een gevaarlijk plekje, zullen we maar zeggen. Wat gaan ze doen? Het schot vliegt er nog in ook. Wat een goal. Milan op voorsprong uit de vrije trap. Hernandez is de doelpuntenmaker. Theo Hernandez schiet hem goed binnen. Kunnen we niks anders van zeggen. Prima ingeschoten. First person cam. Dit is wel nice. Nou ja, mooie goal. Helaas staan we achter. Nou moet dit erdoor. Bruno, kan die prijken worden? Nee, verovert wel de bal. Oké, geluksdoelpuntje. Maar we trekken direct weer gelijk. Bruno Fernandes. 1-1. We spelen een ontzettend slechte wedstrijd. Maar Bruno brengt ons hier terug. Stand terug bij af. En we stonden achter. En echt direct maken we gelijk. Wat een timing, vlak voor rust. 1-1. En dan is het ook daadwerkelijk nu rust. We gaan rusten met een gelijkspel. Hopelijk spelen we een betere tweede helft. Want het ging eigenlijk echt helemaal nergens over. Milan domineerde. Nou, tweede helft is van start. Milan in de eerste aanval. Ik zit mis met mijn tackle. Onana, held. Hoekschop voor de Italianen. Ze gaan hem zo te zien kort nemen. We gaan er ook maar direct op af. Zitten we dus nu tussen veroveren de bal. Verliezen hem ook. Is het ingooi. Maino. Geeft hem mee aan Rashford. Hier is Anthony. Naar Zirkzee, oké. Hier kunnen we misschien iets creëren. Goed balletje, Fernandes. Oh. Ik dacht dat ik hem had, maar kennelijk niet. Daar is wel een goede verovering. Oké. Oh, dit is een goede paas. Het schot lat. We ontsnappen het tegendoelpunt en het is buitenspel. Wissels nu aan mijn kant. Hoylund komt erop voor Zirkzee. Terwijl Depay er ook komt voor Rashford. Dalot zit mis met zijn tackle. Lau ontsnapt. Dat is geen goede voorzet. Hier is Anthony. Er is zo weinig beweging voorin. Het is ongekend. Nou, Hoylund. Haal maar uit, jongen. Niet slecht. Weer een wissel aan mijn kant. Schouten gaat erop komen voor Maino. Oh, daar ontsnapt Hernandez over de vleugel. Dalot in de achtervolging. Voorzetje. Wordt weggekopt. Depay naar Hoylund. Naar Fernandes. Die staat open. Haalde uit. Tikt hem binnen. Goed schot. 91ste minuut. En Bruno Fernandes pegelt die bal in het doel. Voor de 2-1. Wat een held. Iedereen blijft ten acht bij. Ze vieren dit alsof ze de Champions League winnen. Het is een vriendschappelijke pot, mensen. Maar goed.
Wat een schot. Goeie 2-1 hoor. Heerlijk om zo de overwinning binnen te slepen. En de scheids fluit ook direct af. Het is 2-1, kon ook niet anders. Na dat late doelpunt. Ik had niet eens door dat het extra tijd was totdat die bal erin zat. Wat een timing. Wat een overwinning. Het is vriendschappelijk, maar goh, wat een afsluiting. Na die prachtige overwinning hebben we opeens een bot van Inter Milan met dat lelijke logo. Jezus, EAFC, wat hebben we toch gedaan? Ze bieden 24,9 miljoen op Maino. Gaan we afwijzen. Nou, nu gaan we gewoon verder simuleren en ik ga de rest van de vriendschappelijke wedstrijden ook gewoon compleet simuleren. We gaan dus door tot het begin van het seizoen en we gaan kijken wat we gaan doen qua transfers. Of we nog gaan verkopen, of we nog gaan kopen. Ik wil niet heel veel meer verkopen. We hebben al genoeg weggedaan. Realistisch kunnen we deze carrière wat dat betreft ook al niet noemen. Sorry voor degene die dat wel wouden, maar ik dacht ik doe het bij deze eens even anders. Maar het wordt nu gewoon tijd om te versterken, denk ik zo. Nou, de volgende vriendschappelijke wedstrijd staat op het programma Napoli. Die ga ik dus simuleren. We gaan wel wat dingen aanpassen, gewoon een beetje met spelers te roleren. Højlund gaat starten in de spits, terwijl Depay mag gaan starten op linksbuiten. Maino gaat eraf voor Schouten, Shaw voor Malasia en De Ligt voor Jorrel. Verder laat ik het wel staan zoals het is, om een beetje basiskracht te behouden. En dan spelen die wedstrijd gelijk 1-1 tegen Napoli is geworden. Anthony is de doelpuntenmaker. Nou, er staat alweer een nieuwe vriendschappelijke wedstrijd op het programma. Wij hebben ook een bot ontvangen op Højlund. Ja, dit gaan we niet doen. Højlund blijft nog even hier. Het is ook een leenaanbod. Ik heb daar gewoon geen interesse in. Dan gaan we nou weer de opstelling klaarmaken voor de vriendschappelijke pot. En nou ga ik Fernandes gewoon even rust geven. Mount gaat spelen op zijn positie. Terwijl Anthony eraf gaat voor Amad. En Dalot mag er weer op voor Mazraoui. Hiermee ga ik simuleren. En het is een 0-2 verlies. Dat is niet best. Geen goede vriendschappelijke periode. Nou, we hebben dus geen beste vriendschappelijke periode gehad. We hebben de finale van het vriendschappelijke toernooi niet bereikt. En dus gaan we aankopen doen. Manchester United in paniek. Ten Hag in paniek. Dus hij gaat ook weer een Nederlander halen. Ik heb deze uit de reacties. Het is Bjorn Meijer, de linksachter, nu bij Southampton. Maar wij gaan hem gewoon al naar United halen. En de reden ik doe, hij is 1,90. We kunnen hem ook desnoods gewoon linkscentraal maken. Hij heeft prima stats. En hij kan nog groeien op een 21-jarige leeftijd. Alsnog een beetje Ten Hag transfer als Nederlander zijnde. Dus we gaan dit doen. Bjorn Meijer, we gaan hem naar United halen. En hij is binnen 5-jarig contractje rotatiespeler. Transfer van 10 miljoen. Wat zou hier de beoordeling van zijn? SC, ja, ik vind ook wel wat veel geld, maar ja. Manchester United doet wel vaker te veel betalen. 73 algemeen, prima als backup. En we kunnen hem dus ook trainen, vind ik, met zijn lengte naar centraal. Dan hebben we ook een linkspoot voor de centrale verdediging erbij. En dat is ook het plan. Nou, over een onrealistische transfer gesproken. Opeens krijgen we bot op Bruno Fernandes. En het is ook nog eens van Liverpool, een echte concurrent in de Premier League. Dus dat gaan we toch absoluut niet doen. Het is wel een flink bot, 98,8 miljoen. Ik zou 115 kunnen vragen, maar we gaan toch niet aan Liverpool onze sterspeler verkopen? Nee, onze captain Bruno, absoluut niet. En dan gaat de competitie officieel van start. Het is nog niet de Premier League, moet ik erbij zeggen. Het is de Community Shield. En het is de Manchester Derby tegen Manchester City. Ik ga hem bewaren voor de volgende aflevering. Dan gaan we deze spelen en de Premier League starten. Dus dat wordt leuk. En wie weet nog steeds wel wat transfers. Wat betreft die transfers heb ik wel een vraag voor jullie. Want ik heb bijvoorbeeld ook wel transfertips gekregen van haal Lamine Yamal. Maar ik had ook een kritiekpuntje van houd het een beetje realistisch. Het begint nu wel erg onrealistisch te worden. Of er was gewoon een mening. Maar wat willen jullie precies? Ik bedoel, ik kan er wel voor gaan. Maar willen jullie ook nog een beetje realistisch houden? Of kunnen we ook echt gek doen? En dus enorm veel geld splashen op een speler als Lamine Yamal. Ik ga nu dus wel afsluiten. De volgende aflevering gaat tof worden. Premier League, Community Shield. En wie weet dus transfers. Als je het leuk vond en als je uitkijkt naar de volgende aflevering, klik dan op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw, wil je meer zien? Abonneer dan ook gerust. En zet de notificaties aan. Dan hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video. Tot dan. Later.